Ik ben Lurne, ik zit in het vierde jaar en ik doe illustration design. Of nou ja, nu nog wel, maar ik ben als het goed is zo meteen afgestudeerd. En mijn werk gaat heel erg over het kwaad. En dit jaar heb ik me met name gefocust op kinderen in relatie tot het kwaad. En daarvoor heb ik nu een heel aantal portretjes geschilderd. Portretjes van kinderen dus. En die heb ik geschilderd naar aanleiding van foto's. Maar het zijn niet portretten in de zin van dat ik foto's heb nageschilderd. Of in ieder geval niet bij allemaal. Want op een gegeven moment wijk ik gewoon van realisme af. Want dat interesseert me niet zo. Dan ben ik gewoon op zoek naar een goed gezicht. Ik ben bij dit onderwerp gekomen omdat ik vorig jaar bij mijn minor een boek heb gemaakt over mijn zusje die gepest werd. Of heel erg lang gepest is. Door een groep meisjes op de basisschool. En, even kijken. Ja. Toen interesseerde ik me al net iets meer voor kinderen. En ik dacht in het vierde jaar, ik ga hier iets meer mee doen. Want ik wil graag weten hoe dit werkt. En hoe ons moreel besef zich ontwikkelt. En daar heb ik dus ook mijn scriptie over geschreven. De vermoorde onschuld. En het gaat heel erg inderdaad over nou ja, kinderen dus in relatie tot het kwaad. En hoe ontwikkelt ons moreel besef zich. En hoe worden kinderen, kwade kinderen, verbeeld in de kunst. Wat kunnen we verwachten op de eindexpositie van je werk? Van mijn werk? Nou, heel veel portretten en dit grote monster achter me. En nog een filmpje. Ik heb ook kinderen voor een greenscreen gefilmd om een schilderij als het ware tot leven te brengen. In het echt. Dus dat kun je een beetje verwachten. Vooral veel intense hoofdjes. Tekeningen en schilderijen, portretjes.